Goedenavond en welkom bij de Po Nieuwsflits. Met vanavond onder meer aandacht voor stropers die jacht maken op Nederlandse neushoorns. En wij zijn het meest klaagzieke volk ter wereld. Maar we beginnen in Den Haag, waar Geert Wilders vanochtend zijn dag begon met een demonstratie bij de Turkse ambassade. Maar Geert is toch voor de Partij voor de Vrijheid? En dan is vrijheid van meningsuiting ook een groot goed? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Daar ben ik helemaal met je eens. Over voor de Turken? Nee, helemaal niet. Die mogen net zo goed hun vrijheid, maar niet in ons land. Ja, in hun eigen land, niet hier. Ze kunnen gewoon die man dat verbieden. Het is ons land en niet zijn land. Wat is uw boodschap aan Wilders? Ja, nou ja, de boodschap aan Wilders is, ik hoop dat we dat hij een goed resultaat neer gaat zetten. En dat we eindelijk eens een keer hier een beetje kunnen gaan opruimen in Nederland. 15 maart is de grote afrekening. En we strijden in ieder geval door om Nederland islamvrij te maken. Ja, het was sowieso een drukke dag voor de PVV-leider. Want vanmiddag dook hij opeens op in Breda. Nou ja, opeens. Het was dit keer zowaar aangekondigd. En daarmee was het zijn eerste openbare optreden sinds hij besloot zijn campagneactiviteiten op te schorten. Over belangstelling had Wilders in ieder geval geen klagen. Meneer Wilders, hoe is het om eindelijk in de straat op te gaan? Dat is hartstikke leuk. Dat is voor mij een feest. Ja, bent u blij dat Wilders in Breda is? Wat denk je zelf? Viert je erbij? Ja, een beetje tijd, hè? Wat een feest! Ja, zeker een feest hier in Breda, als vrijwilliger van het PVV. Ja, maar om een keertje op de foto te mogen en hard om de riem te steken. En wat maakt hem zo bijzonder voor u? Hij is gewoon eerlijk. Hij zegt wat hij vindt. Zegt waar het allemaal op staat. Dat iemand tenminste zegt wat hij voor staat. Hij benoemt dingen. Hij zegt wat wij denken. Maar vervolgens doet hij niks. Nou, dat zeggen jullie, dat zegt de media. Maar we moeten ook de kans krijgen om het te kunnen doen. Die kans heeft Geert Wilders al gehad? Ja, maar toen was er ook een vies spelletje gespeeld. Toen klopte er ook niks van. Hij zegt gewoon waar het op staat. En wat dan precies? Ja, ik ken het allemaal wel uitgelegd, maar dat schiet niet zoveel op. Ik hoop dat hij president wordt. Is gewoon echt toffe gast. Ja, ook de opponenten van Wilders zaten niet stil vandaag. Zo voerde Denk eveneens campagne in Brabant. Eerst in Eindhoven en vervolgens in Helmond. Wie is Denk? Die politieke partij? Geen idee. Nee, ik denk het niet. Nou, kijk maar. Oké, okay, ja, cool. En de heer Kuzu? Ken ik ook niet. Usturk? Ook niet. Usturk? Nou, kijk maar. Ik heb geen idee. Ik heb ze ook niet op de lijst zien staan. We staan er wel op. Ja. Oh, nou heb ik misschien niet goed gekeken. We hadden eigenlijk ook wel verwacht om meneer Usturk misschien te zien. Of de heer Kuzu. Meneer Usturk is ook heel druk bezig in het land. We zijn natuurlijk niet een hele grote partij. Dus we moeten al onze krachten verdelen. Ja, dat zult u altijd zien, hè. Ze sturen de knechten weg, hè. Het is een regenachtige weer, ja. Teleurstellend, omdat er dan ook minder mensen op straat zijn. Ja, dat klopt. Ja, er is geen hond op straat nu. Nee, dat klopt. En ik ben de enigste en die stemt niet op hen. Een brutale moord gisteren op een neushoorn in een dierentuin in Parijs. Stropers schoten het dier dood vanwege zijn hoorn die vele tienduizenden euro's oplevert. Meteen na het incident werd alarm geslagen bij alle Europese dierentuinen die neushoorns houden. Waaronder Safaripark Beekse Bergen. Nou, wij zijn natuurlijk allemaal ongelooflijk geschrokken van dat verschrikkelijke nieuws. Ja, je bedenkt je niet dat zoiets gebeurt. Maar helaas, het is gebeurd. Wat doen de dierentuinen om de beveiligingen dan op te voeren? Onze neushoorns worden nu goed zichtbaar en ook onzichtbaar beveiligd. Ja, meer kan ik daar natuurlijk niet over zeggen. Je gaat het niet verklappen. Nee, absoluut niet. Wat is zo'n neushoorn dan eigenlijk waard? Het stofje, keratine, zou een medische heling zijn of zo. Mensen geloven in de kracht van keratine. Nee, zou er ook libido-opwekkend zou het zijn? Dat is dus nooit bewezen. Dus je kan net zo goed je eigen nagel, die bestaat ook uit keratine, opeten. Het is een fabeltje. Het is waardeloos. Brommers en scooters zijn zo vervuilend dat ze voortaan moeten worden geweerd van het fietspad. Althans, dat vindt de GGD. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Mega balen, joh. Het is mijn favoriete hobby, lekker zonder helm op die scooter. Ja. Ik krijg mijn meisje nu ook zo mee. Als ze een helm op moet zetten, kan ik het echt vergeten. Er zijn maar 40, 50 wegen in Amsterdam waar het fietspad ongeveer een meter of twee van de gewone rijbaan verschilt. De lucht blijft vervuild en daar moet je een oplossing voor vinden. En dat bereik je niet door de scooter te gaan pesten. Ik heb ook expres voor een 25 km per uur gekozen, zodat ik gewoon op het fietspad kom. Zodat ik niet tussen al die auto's hoef te wringen, inderdaad. Bent u bang dat dat misschien wel tot meer ongelukken gaat leiden? Ik weet wel zeker. Nou, mag ik achterop? Ja, natuurlijk, schatje, maar ook voorop. Ja, het is rood, hè?
Volgens het Britse financiële zakenblad Financial Times zijn Nederlanders wereldkampioen zeiken. Ondanks dat het best goed gaat in ons kikkerlandje, zeiken we over alles. Maar dan ook echt over alles. Alles is slecht geregeld in Nederland. Zoals? Alles. Gewoon alles. Het weer. Dramatisch. Dan sta je hier al in de regen van een paar euro'tjes te verdienen. Kijk, mensen die uit een gouden kutje flikkeren, die hebben mazzel. Waar bent u uitgekomen? Uit een normaal kutje. Er stonden er nog haren op. We moeten terug naar de kern waar we vandaan komen. Moet je kijken, al die mensen hier. En die gaan allemaal op DENK stemmen. Nee, dat hoop ik niet voor ze. En op wie moeten ze dan gaan stemmen? Op de VVD. Fuck de VVD. De VVD verdient een paar feesten erbij. Vieze, vuile, dikke, volgevreten varkens. Maar voor de rest bent u wel gelukkig? Ik doe mijn best. Ik ben gelukkig omdat ik scheid en alles heb. Scheid en fuck you. Op een sociale manier. Dat was hem alweer. Voor de volledige video's ga je natuurlijk naar poon.tv. Ik wens u nog een hele mooie avond en tot morgen.